een natuurlijke beweging. Na de expressieve bloei van de zomer keert de natuur zich in de herfst terug. En met ons mensen gebeurt een beetje hetzelfde. Na alles wat we geoogst hebben aan ervaringen en indrukken in de zomer, voel je nu in de herfst behoefte opnieuw te bepalen waar je staat. En existentiële vragen komen daarbij bij je naar boven. Wie en wat je nu helemaal bent. Waar je ankers liggen. Wat je allemaal wel en niet kan. En hoe het verder moet. Daarbij komt het verlangen kijken om nieuwe plannen te maken voor de komende tijd. Dingen vast te grijpen en grip te krijgen op wat je nou eigenlijk belangrijk vindt. Je zet als het ware voor jezelf een nieuwe koers uit. Een prima moment dus om te beginnen aan een nieuwe opleiding. Cursus of een interessant project. Maar pas op. Want bij zelfonderzoek kom je ongetwijfeld ook je eigen geestelijke herfstafval tegen. De dingen die niet goed lopen. Dingen waar je tegenaan loopt. Dingen die niet gaan zoals je verwacht. En je kunt dat niet allemaal afwerpen. Nee, je moet het doorvoelen. Het aankijken. Het doorleven. En het uiteindelijk omvormen tot vruchtbare aarde voor een nieuw begin. En in die zin kan de herfst gezondmakend werken. De herfst. Een tijd om terug te komen tot de essentie. Wat wil je nu eigenlijk echt? Het is een natuurlijke beweging.